Het lef hebben om het nut aan de kaak te durven stellen. Als je blijft hangen in zo'n bullshit-activiteit, daar heb je vooral jezelf mee. Er zijn te veel bullshitbanen en er is überhaupt veel te veel bullshit gaande in werk. Herken jij dit en wil jij daar uitbreken, blijf dan hangen. Welkom bij 7D-TV. Fijn dat je kijkt en luistert naar ZVD-TV. ZVD-TV is het kanaal voor ondernemers en freelancers. En in een serie gesprekken met SMG duik ik in die wereld van freelancers. En vind je dat nou leuk en wil je niks meer missen? Abonneer je dan. Als je op YouTube zit hieronder, klikken op de button en ben je aan het luisteren naar de podcast. Dan abonneer je ook daar en luister naar ons. Tijd voor het gesprek bij mij, de chief en de oprichter van SMG, Dolf Kos. Dolf, hartelijk welkom. Dankjewel, Ronnie. Ja, ik heb uh, de aanleiding was eigenlijk een boek, hè? Ja. Uh, en dat, dat klopt. boek dat heet, ik heb hem hier, want ik heb, kijk eens, ja. ik heb er wat dingetjes uh, die we zo ja, meteen gaan behandelen. Uh, just Fall Forward. En uh, ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, en dat is geen reclame. Ik heb hem echt in één adem uitgelezen. Goed om te uh, horen. Dus ik denk voor iedereen die op zoek is naar van, ja, hoe, uh, hoe breek ik uit die bullshitwereld waarin we soms inzitten, is dit wel een inspiratief boek moet ik zeggen. Dankjewel. Uh, ja, je spaart bedoeling. niemand. Uh, nou, ik ben vooral open en vertel hoe je impact kan maken. En dat is soms niet met hetgeen wat je doet. Nee, uh, luister, zometeen de duiding. Uh, maar even ik, iemand die zit te kijken nu en die denkt, ja, 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 ja. Ik, ik heb een bullshitbaan en ik doe bullshitwerk. Even in een paar zinnen, straks gaan we het uitgebreid doen. Maar wat moet diegene doen? Uh, nou, die moet vooral het lef hebben om uh, het nut aan de kaak te durven stellen. En als je ontdekt dat het eigenlijk niet zoveel toevoegt, dan moet je het vooral niet doen. Dan moet je, en dan moet je dus vertrekken waar je zit. Of, uh, vertrekken waar je, uh, ja, of, of iets anders gaan doen. Uh, impactvol werk gaan zoeken. Ja. Um, en als je blijft hangen in zo'n bullshit-activiteit. Ja, dat daar heb je vooral jezelf mee. Is, is er veel bullshit? Ja, is er echt heel veel. <laughs> heel veel bullshit, ja. Want even ja. wat mensen zitten nu te kijken van waar wordt ze zo gekregen. Maar Je hebt jarenlang gewerkt ook in die als freelancer Zeker. in ja. die wereld ja. en daar je hebt flink wat anekdotes verzameld. Ja, ja je mag er een paar uithalen duidelijk, zo, duidelijk. Ja. Nou, het gaat met name even om de stellingen ook die je daar uh, deponeert, maar um, om te beginnen even die titel, een inspirerende ja. titel Just Fall Forward. Ja. Die heb je niet zelf verzonnen? Nee. Duitser Nou ja, ik, hij is geleend. Uh, ja. Ja? Vooral vanuit uh, de uh, talk die Denzel Washington deed, uh, daar ben ik ook wel echt oprecht door geïnspireerd, full forward. Hij heeft het daar echt over uh, nou, hoe kun je uh, nou, vooruitvallen zodat je ziet wat je, wat je gaat raken, maar ook de stap durven maken om iets te doen en een bepaalde keuze te maken. Mm. Um, en ik vond just do it. Hè, je moet het gewoon doen. Uh, en zo heb ik hem eigenlijk uh, bij elkaar gemaakt. Heb je het echt zelf geschreven? Of heb jij, uh, nee, zeg maar... nee, dat is ook heel goed. Uh, het is wel mijn verhaal. Ja. Maar ik, heb, ik, uh, ik zeg altijd: ik kan lekker praten. Iemand anders kan het uh, beter verwoorden en goed opschrijven. zo ja. vak apart. Dus. In het kader van focus op je moet je alleen doen waar je goed in bent. Ja, ja. Dus dat heeft een uh, ghostwriter gedaan. Oké, okay, heel ja. goed. En lekker ondernemersboekje ook geleerd van Jos Burger ooit. en niet te dik. Beetje grote dik, Je leest hem inderdaad uh, in één avond de... uit. Ja, of ja, ja, soms ja. gedoende twee, drie, ja. maar het kan heel heel snel. Ja. Ja. Um, zometeen ook nog wat meer over SMG. En ja. dat freelance netwerk, want dat is hard aan het groeien. je bent nog, je hebt Zeker. wat overname gedaan vorige week of vorig jaar. En ja. even kijken hoe je dat allemaal is gegaan. Um, Even een paar dingetjes. Wat gaat er allemaal mis in werk? Als we het hebben over bullshit, maar je hebt ook behoorlijke kritiek op sommige, bijvoorbeeld de bureauwereld, mm -hmm. uh, om mee te beginnen. Ja. Uh, want je hebt in alle werelden een beetje rondgelopen. Hè. Grote organisaties. Ik heb zo... veel verschillende branches en uh, type bedrijven mogen mogen helpen in, ja. uh, in de online wereld. Ja. En precies. En met name in de ja. online wereld. Hè. De ja. COCA, uh, dat soort. Alle verschillende uh, aspecten. Ja. 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 Uh, dan zeg je op een gegeven moment over de bureauwereld. Want daar hang jij uh, een tijdje rond bij een bureau. Je noemt geen namen nee, verder. Dus nee. ik weet ook niet wie het is. Dat dus vind ik ook niet zo relevant. Nee, is niet zo relevant. Hè? In theorie zijn dit soort uh, bureaus hartstikke leuke bedrijven om voor te werken. Maar ze hanteren. En dan heb je het over reclamebureaus. Maar ze hanteren een businessmodel gestoeld op uitbuiting. Moderne slavernij. Zoveel mogelijk mensen opbranden. En alle nooduitgangen verkundig, verkundig uit het zicht houden. Ze willen mensen vooral niet het gevoel geven dat ze iets kunnen. Dat ze ergens goed in zijn. Negativiteit houdt mensen onzeker en afhankelijk. En met dat verklaart ook de haatcampagne van dit soort bureaus tegen freelancers. Ja, dat heb ik echt zo letterlijk ervaren. Ja? Dat laatste ook trouwens. Nou, maar vertel eens. Nou ja, kijk, veel bureaus, en dat vind ik wel echt een, een zorg voor de bureauwereld, hoe kun je dat ook anders doen, maar veel bureaus die, die hebben eigenlijk een businessmodel met maximaliseren aan de voorkant en minimaliseren aan de achterkant. En dat maximaliseren, dat doe je dan in een uurtarief... en aan de achterkant doe je het allemaal zo goedkoop mogelijk. Dus die klant die praat met, een, met een, nou, iemand die hem gaat helpen. En uiteindelijk wordt die vrij snel daarna overgeleverd aan een team intern. Mm -hmm. En ja, dat zijn soms stagielopers, dat zijn soms trainees, starters. Mensen die vaak ook niet heel veel betaald krijgt, krijgen. Want het verdienmodel zit hem, of tenminste, wat ze verteld wordt, zit er met name in dat je heel erg kan leren bij die, uh, bij die bureaus. En dat is natuurlijk ook wel zo. Mm -hmm. Alleen vervolgens, ja, die mensen die, ja, die werken snoeihard, die worden op een gegeven moment teamleider. En zo'n teamleider die, die krijgt alle problemen vanuit de klant. Dus wat de klant allemaal wil, wat beloofd is in de pitch. En dan volgens moet het team het aan de achterkant gaan waarmaken. En dan mm. ziet hij dat natuurlijk een beetje wringen. En uh, nou, ik heb echt wel een aantal met een burn-out zien, zien uitvallen. Ja, je noemt ook een voorbeeld waarbij jij echt een voordeel voor de klant ontdekte. Ja, dat... waar, waarvan het bureau ja. zei: Ah, uh ah. -uh. Ja, dat is waar. Laat ik daar zo op terugkomen. Maar nog even over, over die teamlieten. Die, die ja. teamlid zit er dan. En die teamlead die, uh, die ontdekt eigenlijk dat hij bij die eindkant uh, soms wel, wel twee of drie keer zoveel kan verdienen. voor een tiende van de zorgen die hij heeft. Die gaat dan weg en dan ontstaat er een gat, hè? want de trainees zijn eigenlijk nog niet goed genoeg om die positie in te vullen. Mm het -hmm. bureau denkt: ja, Nu hebben we een probleem, moeten we moeten nu hulp. Dan is een freelancer goed, hè? dan mag je er komen. Uh, tot eigenlijk de, de beste trainee ook naar het niveau is gegaan. Die neemt dan die positie weer over, moet die freelancer weer zo snel mogelijk wieberen. want die is natuurlijk veel te duur dan. En zo herhaalt dit patroon zich oneindig. Bij alle ja. bureaus? Nou, wel bij veel. Ja. Hmm. En dat heb ik ook. Dat heb, Dat ervaar ik ook al jaren. Dus uh, en ik zag het nu ook zelf omdat ik onderdeel was in dit. Uh, was je niet bang toen je zo meteen even over dat voorbeeld? Maar was je niet bang toen je dit boek schreef dat je, want je bent met SMG natuurlijk een freelance netwerk. Ja. Ja. Jullie werken neem ik aan ook heel veel ja. voor bureaus. Was jij ja. dan? Het, dit leest echt alsof jij scheid hebt. Dus ik had zoiets van: ben jij niet ook een opportunist commerciant? Dat je denkt van ja, fuck, zo meteen als bureaus dit lezen en denken ze, ja, SMG, fuck jou, we gaan jou niet meer inhuren. Nee, want uiteindelijk wat ik hiermee probeer te bereiken, is dat mensen impactvol werk gaan doen. En dat mm -hmm. je ook dingen aan de kaak durft te stellen als je denkt dat dingen anders kunnen. Ik maak vaak de beeldspraak met van ja, je moet eigenlijk zorgen dat je de fiets bestuurder wordt en niet het wiel in de spaak die maar meedraait. Mm -hmm. En ik, ik, ik zie wel veel mensen... De spaken in wiel bedoel je? Oh, sorry. Ja. Ja, 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 ja. ja, Ik Denk maar even. Ja, ja. ja. de is <laughs> ja. Ja. Ik zie veel mensen zich al spaken uh, ja. opstellen. En dat ja, ja, ja. is zo zonde. Want ja. veel mensen hebben veel meer talent. En, maar je moet, het, ja, je moet dat durven aan de kaart te Ja, maar, te maar goed, zetten. als iedereen aan het stuur gaat zitten... dat werkt natuurlijk ook niet. Dat is zeker zo. Dus je hebt echt wel mensen nodig... die het ook gewoon uit kunnen voeren. En het is ook heel mooi om mm -hmm. jong talent te trainen... en goed te maken. Mm -hmm. Maar goed, daarna moet je ze ook op een, op een verre manier belonen. En moet je ze ook verder kunnen helpen. Maar dan gaat pas echt wat mis... als jij op een moment in dit voorbeeld iets ontdekt wat een duidelijk voordeel heeft voor de klant, lees dat ze met minder ja. budget ja. Uh, meer resultaat kunnen halen Zeker. en dan wordt je ja. keihard teruggesloten. Ja. ja, er zitten dus ook uh, verkeerde prikkels soms bij bureaus. Dus het afrekenmodel op basis van de, van de spend, hè, dus de, de uitgaven die, uh, die de klant doet die via het bureau loopt, mm -hmm. daar, zitten, daar zitten soms ja, ik zou bijna zeggen perverse prikkels, dat is niet goed. Mm. Uh, en in, in het voorbeeld wat ik, wat ik aanhaalde... Uh, was het eigenlijk de bedoeling om een bepaalde campagne beter te gaan laten renderen. Nou, daar heb je een gemiddelde en ik haalde eigenlijk het, het slecht renderende... aan de onderkant van de funnel haalde ik weg. Waardoor eigenlijk meteen die gemiddelde lijn omhoog ging. Het was ook niet ingewikkelder dan dit. <laughs> uh, en daardoor uh, steeg aanzienlijk de performance. Maar ja, de spend die door de campagne heen ging, die werd minder... Uh, dus er werd min, minder uh, generiek geadverteerd en meer specifiek. En dat uiteindelijk, minder uh, eurootjes erin, ja, meer ja, handel eruit. Exact dat. Maar dat was niet goed, want er moesten meer eurootjes in. Ja, want ze werden afgekikt op de euro's. Dus ja, ik mocht het gewoon na twee weken weer terugdraaien. Ja, dus dat, vond, dat vond ik zelf een, een toppunt van uh, ja, hoe het kan gaan. Neem ons nog eens mee in een paar voorbeelden. Want je, gaat ook, je hebt ook veel bij grote organisaties gewerkt. Wat gaat daar allemaal mis? Uh, nou, wat soms misgaat en dat, dat ervaar ik ook nu in, uh, in recruitment recruitmentactiviteiten, uh, uh, is soms de, de rollen en de, uh, de, de eisen die opdrachtgevers stellen voor een bepaalde rol. Er wordt heel vaak een schaap met 15 poten gevraagd. Mm -hmm. Ik noem het niet eens meer vijf, het zijn wel 15. Mm -hmm. En dat gaat niet in één type persoon. Uh, dus ik, ik vind dat echt wel een verbeterpunt. Kijk daar nog eens wat kritischer naar. Uh, maar ik heb het ook meegemaakt dat ik uh, nou ja, uh, twee weken ergens was... en dat ik twee rollen invulde en volgens mij een MT uh, moest aanschuiven. En dat ik om me heen dacht en ik dacht, zat en dat ik tijdens zo'n MT-meeting dacht... ik zie gewoon dat mensen hier een andere taal tegen elkaar praten. Ze bedoelen allemaal hetzelfde. Het ging in dit geval over de Return on Ad Spend. Dus de ROAS voor, uh, voor de online marketeers. Ja. En ik merkte dat, uh, dat, dat elke stakeholder er een andere definitie aan gaf... Dat vond ik echt pijnlijk om te zien. Dat is ja. toch maar één definitie? Dat is toch verder geen discussie? Ja, uit? maar goed, kijk, daar, je kan natuurlijk altijd erover uh, uh, discussiëren... van wat valt er dan onder die adspend? Valt mm -hmm. daar ook onder je retouren? Hè? Als je bijvoorbeeld uh, kleding verkoopt, mm -hmm. uh, retouren. Dat is dan niet echt je return, hè? want dat, mm -hmm. is eigenlijk, uh, ja, dat komt weer terug. Mm -hmm. Dus dat is niet een echte omzet. Dus daar was al een verschil in definitie in. En de ander noemde de freelance kosten er wel onder... en de, de bureaukosten, dus het bureau die het manageerde niet... Terwijl ze eigenlijk alle twee aan die campagne zaten te werken. Dus er zitten echt uh, wezenlijke accentverschillen in hoe ze daar naar, uh, naar kijken. Wat met name een soort rode draad, uh, wat, wat, en wat ja, soms pijnlijk herkenbaar is, is dat je wat jij zoveel tegenkomt: is dat men totaal niet bezig is met de. Ik moet zeggen, met het bestaansrecht van het bedrijf eigenlijk. Ja. Ja, oftewel, ja. Um, uh, je, je nou ja, laat heel plat slaan, je bent een bedrijf dat, fiets, dat fietsen verkoopt. Ik zeg ja. maar even heel simpel. Ja. Maar dat er allemaal mensen intern budget aan het versmijten zijn. Ja. Wat totaal geen. Sterker, nog misschien wel negatief, ja. maar in ieder geval geen impact heeft op het ja. verkoop van die fietsen. Ja, ja. ja. ja dat, is, dat is heel pijnlijk. Maar hoe, en, dat is volgens mij best wel een. Volgens mij komt, als we kijken naar heel Nederland, hè, hoe groot is dit probleem? Nou, ik denk dat dit probleem echt heel groot is. Ik zie er nu ook, omdat je er natuurlijk ook op gaat letten, zie je er steeds meer over gesproken worden. Uh, ik denk dat het ook met name in een bepaalde generatie zit. Hè. Als je, als je net, net ietsjes meer ervaring hebt, ga je op een gegeven moment denken van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En wat is het nut wat dit bijdraagt? Uh, maar dit probleem is, is echt heel groot. Uh, heel veel mensen doen gewoon dingen omdat ze het altijd zo doen ja. of omdat het zo van ze verwacht wordt ja. zonder zich af te vragen waarom doe ik het en wat is het nut? Hè? Ik moest bijvoorbeeld wel eens verklaren waarom uh, waarom hè, dat moest ik maandelijks doen trouwens. Dat vond ik altijd een hele vervelende. überhaupt iets maandelijks doen. Nou, dat, dat is ook al ja. Repeterende handelingen zijn ja. soms niet de leukste. Maar in dit geval moest ik verklaren waarom er soms meer of minder was uitgegeven via. Via de online kanalen. Ja, en dat, dat werden op een gegeven moment ook verklaringen van ja, er is meer geklikt en er is minder geklikt. En, en dat was prima. En toen dacht ik echt, dat ben ik hier in de hemelsnaam aan het doen. Dit kan toch niet. Het, waar, het Rapporteren zo? om het rapporteren. Ja, nou ja. inderdaad. Ja. Maar ook bedrijven die gewoon uh, van meeting naar meeting gaan. En dan twee dagen non-stop in meeting zitten. En dat ik zei: joh, Dit is toch zo zonde van je tijd? Ik ben er ook mee gestopt hoor. Na mijn eerste week dacht ik, ja, dit ga ik echt niet doen. Ik hou dat niet vol. Hm. En ik, ik vertelde ook tegen de manager van joh. Ja, ik kom hier niks halen, ik kom hier niks brengen. <laughs> Waarom zit ik hierbij? Ja, ja, je moet toch geïnformeerd worden. Ja. Toen zei ik, nou ja, ik, ik neem dat wel voor lief. Ja, maar dan was ik ook zelf verantwoordelijk als ik wat mist. Ik zei dat is goed. Ja. En ik zag later, een half jaar later, iemand anders daar ook op stuk lopen. Ik ja. zeg, de enige die het kan veranderen, ben jij, hè? Ja. Jij kan zeggen, ik kom hier niks halen, ik kom je niks brengen. Ja. Waarom zit ik hier? Maar dat is natuurlijk best lastig soms, omdat natuurlijk, kijk, jij bent niet voor niks freelancer geworden en ondernemer in hart en nieren. En je hebt een eerste boek geschreven, hè, waarbij je hebt geschreven dat je groot en op je mail bent gegaan. Nu heb je ja. SMG. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de ballen, die, die, gewoon, die dat niet fijn vinden, of ik wil, ik wil zeggen die de ballen niet hebben, maar dat is gelul, maar die gewoon beter aarden in een baan. Mm -hmm. En die worden ouder en dan hebben ze, een, ja, het zijn de clichés of life. maar die ja. hebben dan op een gegeven moment een hypotheek en ja. dan hebben ze kinderen. Ja. En dan denken ze, maar ja. Dat is ook soms best een gevaar, want je creëert soms je eigen gouden kooi, ja. omdat je je leven inricht op basis van wat je hebt. Ja. Uh, maar of je daar dan wezenlijk gelukkig van wordt, dat is, dat is dan wel weer de vraag. Hm. En vaak begint dat ook te knagen. En er zijn natuurlijk ook collegio-voorbeelden met burn-outs... en dat mensen ja, dit niet meer volhouden. Nee. Super zonde. Ja. Um, en ga vooral dat werk zoeken waar je, waar je impact kan maken. Of zoek dat impact op je werk. En ik, soms is dat ook in kleine dingen... dat je juist wel ogen hebt voor mensen. Ik heb ook in een organisatie mogen werken... Oh. waar <laughs> Enigszins een autoritaire lage structuur was mm -hmm. dat ik mensen echt nou, in een jaar zag. Ik er vijf met een burn-out uitgaan, ja. ja. En ik zag nummer zes eigenlijk tegenover me zitten. Ik denk, ja, die ga ik echt wel een beetje helpen voor je relativeren en ja. omdenken en probeer het op een andere manier te bekijken. Ja, wat over Enzo. hiërarchische. Uh, uh, nog één voorbeeldje even die mij ook wel, <laughs> wel triggerde. Dat was uh, pak hem er even bij. Dat was dat je ook hebt gewerkt bij uh, in de bankenwereld, ja. En... Uh, ze praten als in. Uh, oh ja. Wat dat betreft is de bank precies de apenrots die je verwacht dat een bank is. Alles draait om geld, status en pretenties. De Zuidas is de grootste gouden kooi van Nederland. Hier compenseer je de ontevredenheid over je leven. met pretentieuze meetings, dikke auto's en heel veel holle buzzwords. Ja, het, 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 ik heb er ook een boel. Hoeveel bullshit. banken zitten er op de Zuidas? Bijna. Nou, er zitten er heel veel. Okay, ja. nee. En ik wil ze niet allemaal overeenkomen, uh, scheren. Maar de Bullshit Bingo kaart zit er echt in. Dat je op een gegeven moment een term om je heen hoort. En dat draaide ik ook al een tijdje mee. Dat ik denk, ja, tegen wie ik dit ook zeg, men zegt dit helemaal niks. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Uh, en het, ja, dat, dat praat maar zo in het ronde. En, wat, wat en, het, en dat worden dan systeempjes om in te vullen en ja. om te doen en ja. repeterende handelingen, thuis ja. je soms denkt ja dit voegt helemaal niks bij. en is het um, waar, waar is het de balans van we, we, je leeft in die freelance wereld, laten we ja. de freelance wereld hebben. wat is nou um hoe ga je hiermee om als freelancer? Want aan de ene kant kun je zeggen: van, yo, ik heb de vrijheid. Ja. Uh, want ik ben freelancer. Ja. En ja. als men niet zin dan zeg ik: fuck jou en dan ben ik weer weg. Ja. Aan de andere kant ben je ook uh, commercieel bezig. Wat is jouw tip voor freelancers? Want die werken vaak met dit soort organisaties. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Altijd de revolutie. Nou, nee, dat, dat hoef je niet altijd te doen natuurlijk. Maar als je op een gegeven moment. kijk, eigenlijk zit het, uh, zit het heel dicht in, in wat je energie kost en wat je energie geeft. En je wordt ergens voor uh, aangesteld en dat, dat vaak zeg je daar ja op. En vervolgens horen er een heleboel handelingetjes bij. En, en vaak zijn dat dan de signalen die eruit die je voor, voor jezelf kan, kan zien, is mm -hmm. als je energie kost, ja, dan, dan, uh, dan zit je niet op je plek, dan zit je niet in je tienen te werken. Nee, dan, dan zijn dat juist de dingen die je eigenlijk energy drainers die je uit je uh, uh, rol moet halen. Ja. Alleen die, die, ja, weet je, een administratief persoon die vindt dat bijvoorbeeld veel leuker. Ja. Ik haal er nu één voorbeeld uit, maar er zijn er wel meer dingen ja. te verzinnen. Ja. Ja. En moet het 100% tof zijn of mag het wel een x percentage ja, we negatief zijn? Er horen altijd dingen bij, ja. uh, en, en, en meetings horen er ook bij. Alleen het mieten om te mieten, ja, dat wordt op een gegeven moment gewoon echt te gek. En iedereen die elkaar maar van alles bijpraat. Terwijl je denkt, ja, wie, wie doet hier nu iets met deze informatie? Of als dit nou niet was gebeurd, wat had iemand dan gemist? Nou, dan mag je je echt wel van afvragen wat dat toevoegt. Is het inherent aan groot, grote organisaties? Naarmate organisaties groter worden, moeten ze zich op een andere manier organiseren. En zie je wel dat dit soort structuren. Meer aan de orde van de dag zijn. Ja, ja. ik heb wel eens een, een, een CFO van een grote organisatie gesproken. Die zei als ik morgen 25% van de mensen eruit gooi, dan draai je een hut het efficiënter. Nou, precies uh, dat uh, ja, ja, dat is zo voor de kern. Hè? Ja, exact dat. Ja. Ja. Alleen er zijn er ja. allerlei werkvormen omheen gecreëerd of verzonnen, hmm. uh, ja, die dan eigenlijk weinig meer toevoegen. Hoeveel van jouw tijd ben jij zelf aan het freelancen? En hoeveel tijd ben jij ondernemer en aan het uh, werken aan je organisatie en je bedrijf? Uh, nou, nu ben ik gestopt als freelancer. Uh, de vorige keer dat ik hier zat, uh, deed ik dat nog. Ja. Uh, ik ben in 22 gestopt uh, en ik ben echt aan het bouwen en aan het ondernemen. Ja. Uh, maar ik heb het zes jaar gedaan en ik heb 30, 35 verschillende organisaties kunnen helpen. Ik heb onwijs veel gezien, onwijs veel geleerd. Ja. Ook soms hoe het dus niet moet. Ja. Uh, maar ik miste wel echt het ondernemen, echt iets van waarde bouwen. Ja. En dat ben ik in 2018 met de freelance groep gestart. Ja. Voor de mensen die nu zitten kijken en die zeggen van de vorige keer dat je zat, is inderdaad een aantal jaar geleden. Ja. Uh, voor de kijkers hierboven linkje. kun je straks nog even terugkijken hoe die er een paar jaar geleden uh, voor stond en nu inmiddels. Uh, ja. Dus nu veel aan het ondernemen, hoe is het met SMG? En voor de mensen die het niet kennen, pit je mis. Ja, SMG is eigenlijk een freelance collectief uh, waarbij uh, we freelancers helpen om in hun kracht uh, te werken. Dus juist datgene te laten doen waar ze goed in zijn. En dat doen we door een netwerk dat je uh, geholpen wordt om het ondernemen uh, beter toe te passen. En als je de delen mindset hebt en elkaar ook business gaat gunnen, ja, dan, dan krijg je eigenlijk een heel mooi team. Er zitten ja. nu 130 freelancers. 130 in. inmiddels. Ja, ik denk dat er ongeveer 110 ongeveer op opdracht zitten. Ja. Um, er zit een heel projectteam om. Omheen die elkaar die helpt in uh, nou, week of eigenlijk maandelijkse gesprekken met hoe gaat het met je belopen tegenaan. Hoe kun je helpen? Zijn opleidingsbehoeften... Uh, hoe zijn je gesprekken onderling? Uh, hoe presenteer je jezelf op LinkedIn? En is het echt sales en marketing nog steeds? Ja. Want dat zit ja. natuurlijk in de naam. Ja, ja. sales uh. en marketing accent ligt op marketing. Ja. Uh, en daarbinnen ligt weer het accent op online marketing. Ja. Uh, maar ik denk altijd, ja, er zijn ongeveer um, twee derde zijn specialisten en een derde is generalist. En gemiddelde het ligt zo rond de 40, 45. Maar oh, dat is toch zit, gemiddeld? Ja, er zitten okay. echt wel wat mensen in die, die meer starter zijn, yeah. of startpunt, begin yeah. 30. En ook wat mensen die juist wat meer dat samen opzoeken om yeah. verder te komen. En voor duidelijkheid, hè, je bent er niet in dienst of zo. Hè, want want nee. we hebben hier ook, in de serie spreken we. Dat is wel leuk trouwens, als je er echt in geïnteresseerd bent. We hebben al een hele reeks met allemaal freelancers die binnen het SNG-netwerk aan, aan de gang zijn. Uh, maar die zijn ook zelf gewoon aan de bak. En het is gewoon een netwerkclub. Ja, ja. Maar er zit wel een soort slim. Geven, nemen, businessmodelletje ja. achter. Ja, ja, Je draagt een percentage af van de groep. Hm. En um, naarmate je langer in zit, wordt dat minder. En zitten ja. wat verdienmodellen in. Als je dat je ook beloond andere, wordt uh, ja. als je je inspant en dat tot iets uh, leidt voor een ander. Ja. Ja. En nou ben je in, uh, heb je een deal gemaakt met New People een tijdje geleden? Ja, nou Hoe eigenlijk uh, zou ik eens op terug moeten gaan. Dus dat ik in, uh, in 22, toen ik stopte met interim, uh, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu eigenlijk zelf doen? Voor mijn gevoel had ik toen, of voor mijn gevoel, ik had toen 20 jaar ondernemerschap een rol op zitten. Uh, met hele mooie hoogtepunten en ook hele diepe dalen. Dit beschreef ik in, uh, in mijn eerdere boek. Mm -hmm. En uh, ik dacht: ja, eigenlijk heb ik hier verschillende stadia doorlopen. En het leek me eigenlijk wel mooi om iets nieuws te, te gaan ontdekken. Uh, dat is ook vol voorwoord. Um, en ik dacht, ja, binnen de make-strategie van niets iets maken, dat heb ik wel gezien. Mm -hmm. Mij lijkt de buy-and-build-route een heel interessant avontuur. Ja. En met investeerders en met bedrijven kopen, hoe gaat het dan? En we lopen tegenaan. En uh, ik sprak uh, op een andere netwerk, uh, Club NL Groeit, platform voor groeiondernemers, ja. sprak ik uh, een, een makelaar en hadden we eigenlijk meteen een goede klik. En met hem uh, zijn we veel gesprekken gaan voeren. Uh, en uiteindelijk in, uh, in juni vorig jaar, juni 23, uh, met New People om tafel, ik kende dat bureau nog. Uh, ik was er zelf ook een aantal keer door bemiddeld. En uh, ja, uiteindelijk kwamen we daar vrij snel uit. Dus in november 23 kregen we de sleutel. Daarvoor heb ik in oktober toen een investeringsmaatschappij opgericht. Dus dat doe ik samen met twee private investeerders. En die hebben die deal ook gefinancierd. Ja, ja. oké. Okay. En dan met elkaar. Uh, en dat heet Accelerate People Group. En dat is eigenlijk de paraplu. En daarin is de insteek om elk jaar een acquisitie in bemiddelingsconcepten te doen. Dat is de rode En is New People de eerste. En zal SMG daar ook zeker uh, onder gaan vallen straks. Okay. Ja en um, de new people is it's recruitment ja, hij doet executive search, dus C-level rollen ja. uh, in de breedste zin. Vooral uh, met accent op het digitale domein. Aha. En interim solutions, dus de, fast, of de, de freelance rollen die ingevuld worden. En wat is je strategie in die buy-in beeld? Laat je uh, New People voor wat het is? En uh, ja. die dus allemaal losse cellen? Uh... Ja, het is eigenlijk, Accelerate People Group is de moeder, is de paraplu. En daaronder vallen verschillende brands. En New People is dan daar de, de eerste van. Um, en die laten we inderdaad in. Uh, ...haar identiteit staan. Uh -huh. En nu People heeft ook 18 jaar... ...onwijs veel mensen geplaatst. En hij heeft een hele goede naam. Dus daar bouwen we graag op verder. En Buy Build klinkt als... ...dat je niet één bedrijf gaat overnemen. Nee, er lopen nu ook uh, meerdere gesprekken. God neem eens mee, Dolle. Ja, dat is onwijs dat is interessant. interessant. Uh, sowieso is de Buy build. ...ik vind het een heel mooi avontuur. Ja? En zo, zo kijk ik er nu ook naar. Uh, hè, want je begint met, met van... Joh, ...ik heb dit idee. En daarna denk ik... ...ik heb, ik heb een aantal investeerders... ...waarvan ik denk... ...nou, die, die doen wel mee. Maar die doen natuurlijk niet mee met... Ik heb een idee, doe je mee? Nee, zo werkt het niet. Dus ik dacht, ik moet ook wel echt eerst een, echt, een heel concrete casus hebben. Yeah. En, uh, en dan ga je met die mensen praten. En uiteindelijk, de twee oorspronkelijke, die deden niet mee. Um, en er zijn er twee andere geworden. En zo uh, uh, ga je die gesprekken in. Maar ja, je mag bij een heleboel bedrijven ook in de keuken kijken. En ja. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Ja. En soms zie je ook daar dat het aan de voorkant er anders uitziet. Of aan de achterkant, dan dat je aan de voorkant denkt. Mm. Dus uh, of dat bedrijven minder groot zijn of dat je toch een andere verwachting hebt. Of dat juist een bedrijf onwijs goede rendementen draait. En wat voor uh, soort bedrijven zoek je nu? Nou, concepten in bemiddeling. Uh, dus dat kunnen eigenlijk verschillende typen bureaus zijn. Uh, het kunnen recruitmentbureaus zijn, maar het kunnen ook concepten zijn zoals je met SMG uh, communities bouwt. Mm -hmm. Of uh, zoals wij met uh, mensen die we opleiden in een ander bedrijf een jong talent helpen. Uh, dus dat kunnen verschillende concepten zijn, maar je zoekt natuurlijk wel versterkende elementen erin. En die is een synergie die is die, is, die ja is die synergie crucieel. zit zit die in bemiddeling. Ja, maar, maar wel binnen de um, uh, binnen de marketing sales. Ja, ja. ja Of, die, of ja, ja, precies. Dat is, ja. dat is wel de rode draad. Ook een keer naar een bouwbedrijf gekeken. En ik dacht, ja, dit is dus niet mijn skill. Nee, dat was, want, zou mijn vervolgvraag uh, zijn. Want daar zit natuurlijk ook ja. heel veel aan recruitment Zeker. en weet ik veel ja. wat in. En het is natuurlijk ja. best een interessant businessmodel ja. wat dat draait. Ja. Maar je wil je echt op die sales en marketing. Ja. Uh, ja. Uh, uh, en uh, ga je dit jaar nog acquisities doen? Uh, er lopen uh, meerdere gesprekken. Ik weet niet of het er rond komt dit jaar. Hmm. De, het is zijn private investeerders, dus het is ook niet zo dat er nu een druk achter zit dat elk jaar moet. Ja. Maar gemiddeld één per jaar zullen we, denk ik, wel gaan halen. Ja. En ja. bij een buy and build zit ook vaak dan weer een exit-plan achter. Dus ja. als je echt private equity ja. ziet, dan zit er ook een exit achter. Is dat dan ook het grotere doel? Ja, ja. ik denk uh, een jaar of uh, acht tot tien, zeg ik nu. Ik uh, heb de is tijd. Dat, ja, ik heb de tijd. Uh, en het moeten eigenlijk gezonde bedrijven, allemaal met een mooie EBITDA zijn, uh, die onder die paraplu vallen en waardoor het geheel. Aan, uh, ja, heel interessant wordt. En wie zou dan de ideale koper kunnen zijn over die acht nou, jaar? Het kan internationaal zijn, uh, maar het kan ook nationaal partijen zijn die juist binnen dat domein actief willen, willen raken. Ja. Je bent in het verleden keer goed op je bek gegaan met een onderneming. Ja. Wat ja. heb je daarvan geleerd om te voorkomen dat het nu weer gebeurt? Nou, variabel blijven. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste les. Uh, variabel in de zin met zorgen dat je mee kan veren met de grillen van de economie. Mm -hmm. Uh, we hebben natuurlijk de corona gehad, toen was freelance uh, SMG was er ook al. Dat was meteen impact. Uh -huh. Dus daar hou je rekening mee van hoe ga je dan anticiperen. Dus we hebben een heel ja, flex schil daarin. Uh, Zet zelf ook veel freelancers in. Uh, dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant ook goed weten wat de winstgevendheid is van alles wat je doet. Uh, dus daar kijken we goed naar. Uh, en proberen we ook continu dingen te verbeteren. Ja. Um, nog één onderwerp dat ik met je wil behandelen, redelijk actueel op dit moment. En wat speelt is uh, in de freelance- of ZZP-wereld uh, de, de voorgenomen of de, de, de wetgeving en de handhaving ja. daarop ja. op schijnzelfstandigheid? Hoe ja. kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik persoonlijk begrijp niet zo goed, maar dat is meer uh, de, de me waarom deze wet voor alle freelancers is geplot. Ik kan me voorstellen dat. Uh, tot een bepaald uurtarief dat het logisch is dat er een soort schijnzelfstandigheid in komt. Ik had dat veel logischer gevonden uh -huh. als daar een knip was geweest. Uh, maar een van de criteria is natuurlijk ook dat je meerdere opdrachtgevers uh, uh, bedient. En ja, ik zie dat veel freelancers bij ons ook doen, uh -huh. die hebben of MKB-klanten ernaast of doen twee part-time co uh, contracten. Ja, dus ik zeg zelf altijd: voor elk probleem is een oplossing. Ja. Uh, dus dat is hier ook voor. En ja. zie jij uh, verandering bij opdrachtgevers? Om trend ja, te er om, is nu wel iets meer voorzichtigheid. Ja, ja. ja. Dus opdrachtgevers zijn iets, uh, iets, maar dat zie ik ook als een golfbeweging hoor. Want uh, deze communicatie is natuurlijk al langer uh, wat meer hot geweest en weer wat afgezwakt. En dat zie je nu eigenlijk weer gebeuren. Dat het even heel scherp wordt aangezet en inmiddels alweer wordt afgezwakt. Wat zijn de trends in sales en marketing tot slot? In nou, de ja, is natuurlijk uh, volle bak uh, het meest belangrijk. Dat. Ja. Uh, het toepassen van AI en eigenlijk daardoor je productiviteit verhogen uh, en veel sneller, efficiënter dingen kunnen doen. Mm. Uh, ja, dat is denk ik iets wat, uh, wat echt wel net zo disruptive is als dat toen ooit internet kwam. Uh, toen dacht ook uh, sommige winkeliers dachten, dit waait wel over. Precies. Dat AI waait ook niet over. Nee. Uh, misschien dat er nog wel een keer een bubbel komt. Hè. Dat, dat is ook uh, namelijk wordt nu wellicht iets overgewaardeerd. Ja. Maar ik denk wel dat daar echt een hele grote slag in wordt gemaakt. Wat ook soms sommige rollen overbodig maakt. Hè. Dus daar moet je ook wel op anticiperen. En de, de verdere automatisering zorgt er ook voor dat bepaalde rollen minder relevant uh, ja. zijn. Ja. Maar het goed data kunnen interpreteren, lezen en dat verbinden, ja, ik denk dat dat nog steeds uh, uh, superkrachtig zal blijven, ook in de toekomst. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes uh, in, uh, in alles wat je gaat doen. En, en nogmaals voor de kijkers en luisteraars. Ja, de luisteraars kunt het niet zien, maar ik hou hier het boek omhoog. Maar Just Fall Forward van Dolph Kos. Ik denk voor twee kijkers met name heel interessant. Uh, voor zowel freelancers, uh, die, uh, die hier heel veel uit kunnen leren... hoe ze om kunnen gaan met uh, opdrachtgevers. Maar ook voor mensen die werken en misschien wel eens twijfels hebben... of ze nou uh, met bullshit bezig zijn. Of waar het uiteindelijk om gaat volgens mij met echt iets waardevols. Want dat is denk ik wel de portee van dit verhaal. Zoek iets of je Freelancer bent of je bent in dienst, zoek iets waarmee je daadwerkelijk waarde toevoegt aan zowel de opdrachtgever, het bedrijf voor je werk, maar ook aan je eigen leven. En daar wens ik je heel veel succes mee. Wil je meer van dit soort gesprekken zien? Volg uh, ons dan op YouTube en op je favoriete podcastkanaal van nu. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi.